Dag kijkers, welkom vanuit dit stadion waar we uitkijken op een natte grasmat. Natuurlijk zijn ook uw commentatoren Jeroen Guter en Siert de Vos, daar ben ik, weer van de partij. En zometeen gaan we samen met u kijken naar een competitiewedstrijd. Nou, dit wordt me een wedstrijd, voorspel ik u. Ja, dankjewel Siert. Ja, het zou als een heel interessante ontmoeting kunnen worden hoor. En de sfeer in het stadion is prima. Veel mensen verwachten dat het een open wedstrijd wordt. Dit zijn de elf van Atletiek Club de Bilbao, waarmee de coach van start gaat. Vandaag 4 verdedigers, 3 middenvelders en een driemans voorhoede. Kortom, een 4-3-3. Dus ja, een behoorlijk aanvallende formatie als je mij vraagt. En dat lijkt me goed nieuws voor de neutrale toeschouwer. De eerste helft is begonnen. Daar gaan we. Iets te veel kracht in de bal gegeven. Hij is voor de doelman. Wat gaat hij hiermee doen? Kan hij dit zo afmaken? Hij kon op doel schieten. Maar het is nu een doeltrap. Oscar. Wauw, hij levert hem zo in met de tegenstander. Slecht gespeeld. Nou, wat kan hij hiermee? Aanval wordt afgesloten. Het is buitenspel. Davy Klaassen. Ze komen weer in balbezit. Blijft aan de bal. De bal gaat richting Tony Sanabria. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Door die tackle is hij de bal kwijtgeraakt. Die doelman moet opletten. Dan wordt die paas te onderschept. Goed opgelet. Ja, de bezoekers weten wel hoor hoe ze een balletje erin moeten leggen. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. En de voorzet van Mo Salah. Ja hoor, ja. Het eerste doelpunt van de wedstrijd. Hij zit er al in. Nou, dat is toch een heerlijk begin van de wedstrijd. Ja, deze ploeg laat zien wakker te zijn. Prima gedaan hoor. Deze kans wordt netjes afgerond. Hier, nog een keer. Moet je kijken. Hoe schitterend die bal van de rechterkant werd voorgegeven. Ja, maar dit is het type speler dat een mooie voorzet in huis heeft. Zo maak je een kans af. Geen enkele twijfel. Lekker erin gekopt. Maar op de voorzet valt natuurlijk ook helemaal niets aan te merken, Siert. De score is geopend. Het is 1-0. Matthias Rojas. Ze blijven in balbezit en spelen de bal rond. Totdat er een opening ontstaat. Misschien. Oscar. Hardschot, maar geweldig mis. Wat is dit voor onkunde? Helemaal verkeerd geraakt. Zonde hoor, van zo'n kans. Mohamed Elneny. Kevin Prince-Boateng. Hij rukt verderop. Nainggolan.
Daar voorkomt hij narigheid. Hij schiet. Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. Schot geblokt. Dat deed hij eerder ook al. Onderweg aangeraakt. We gaan een hoekschop nemen. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Jammer. Maar hier worden ze niets wijzer van. Oscar. Kunnen ze dit snel uitspelen? Nainggolan. Mohamed Salah. Is alweer even aan de bal. Salah met een kans. Keeper redt en het spel gaat door. En dat schot komt tegen een tegenspeler aan. Er wordt gefloten voor buitenspel. Maar dat kan nooit veel schelen. Het is ook maar net buitenspel. Hè? Anders zou het zeker een scoringsmogelijkheid zijn geweest. Daar gaat het balbezit. Hij gaat er voorbij. Schiet kans. Goed geblokt dat schot. Ze zaten er bovenop. De tegenstander werkt hem weg. En de bal komt bij het andere team terecht. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Boateng! En die bal wordt goed geblokt door een speler. En opnieuw staat hij in de baan van een schot. De bal wordt afgeschermd. Arda Turan. Hij werkt de bal naar voren. Een mislukte paas. Ja, je kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Karim Rekik. Nainggolan. Davy Klaassen. Boateng. Kunnen ze profiteren van deze paas? Schiet! Boom! Binnen! Wat een mooi doelpunt is dat! Het lijkt misschien makkelijk om deze bal erin te schieten. En ja, dat is het eigenlijk ook voor deze afstand. Nou, ze dachten er niet aan hem te denken, want hij is immers een keeper. Maar ja, dat hadden ze beter wel kunnen doen. Ja, ik denk niet dat ze dit anders niet aankomen. Matias Rojas. Figueroa. Hij stoomt verderop. Bijgestaan door zijn teamgenoot. Antonio Sanabria. Levert de paas weer in bij hem. Ze geven de bal weg. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Niet veilig, maar toch de kans. De verdediger blokkeert die voorzet. Wat een actie van die verdediger. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Dit kan wel eens gevaarlijk worden. En die gaat over de doellijn. En daar is hij weer. Met zijn uiterst beheerste afronding. Techniek boven kracht. Ja, gewoon heel beheerst in het net. Dit doelpunt vanuit een andere hoek. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. Mohamed Salah. Kevin Prince-Boateng. Zeeën van ruimte voor zich. En nu wordt het oppassen. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. Teruggelegd via die voorzet.
Nou, kijk, die doelman is blij zijn met die bal. Van zo dichtbij had hij natuurlijk meer verwacht, denk ik. Ja, natuurlijk had hij er meer van verwacht. Als er zo'n kans ontstaat, dan verwacht je dat je wel wat meer op de proef wordt gesteld. De speler raakt het balbezit kwijt. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. En hij komt eruit met de bal. Hard geraakt van dichtbij. Oh, maar hopeloos, troosteloos, machteloos. Het is echt afschuwelijk. Volgens mij raakte hij in paniek of zo. Arda Turan. Hij komt nu dichter in de buurt van het doel van de tegenstander. Oscar. Goed hoor, dat druk zetten. Weer in balbezit. Kevin Prince-Boateng. Is alweer even aan de bal. Het spel gaat verder naar die redding. Hij gaat er nog bijna in ook. Oh, moeilijk hoor, vanuit deze hoek. Nou, dat was wel heel moeilijk hoor. Om dat voor elkaar te krijgen, dan moet je bijna geometrie hebben gestudeerd. Daar gaat het balbezit. Net op tijd ertussen. Ze mogen de bal gaan ingooien. Mohamed Salah. Nainggolan. Teruggelegd op een teamgenoot. Koek, koek. Wat een heerlijk doelpunt. Mag ik het nog zeggen? Koek, koek. Hij werd op de huid gezeten en toch scoort hij. Ja, de klasse druipt er hier vanaf. Hè. Ze doen er alles aan om te dwarsbomen. Maar toch weet hij heel knap die bal erin te schieten. En met nog een doelpunt maken ze hier duidelijk wie de betere ploeg is. Ik heb hier maar één woord voor. Een afstraffing. Trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. Een dramatische voorzet. De bal gaat achter. Doeltrap. Jeffrey Gouwenleeuw. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Ziet er goed uit hoor. Gaat deze aanval wat opleveren? Mohamed Salah. Hij pakt de bal af met een knappe actie. Al vroeg onderschept die bal. Ja, een schot. Zo ja, die is raak. Heel knap. Hoe ze op de helft van de tegenstander jagen, de bal afpakken en dan volgt het doelpunt. Ja, dat hoog druk zetten, dat pakt hier perfect uit. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Een andere hoek voor de herhaling. Vijf tegen nul alweer. Het krachtsverschil is duidelijk. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Komt steeds iets verder. Die bal kan er gewoon in. Hard schot, maar geweldig mis. Wat is dit voor onkunde? Helemaal verkeerd geraakt. Zonde hoor, van zo'n kans. Arda Turan. Boateng. De speler brengt de bal dichter naar het doel van de tegenstander. Hij zet hem in het midden voor. Die kan de uitkomende keeper makkelijk pakken. Davy Klaassen. Miguel Layún. Niet verrassend dat hij daarvoor fluit.
En let goed op en onderschept die paas. Hij stoomt verderop. Goeie redding, zeg. En daar heeft hij de bal veroverd. Antonio Sanabria. Alle ruimte op de flank. Nainggolan. Oei, nou, dat gaat gelukkig goed. Oscar. Daar komt hij dichterbij. Gaat deze aan? Ja, kans! En vast die bal. Oscar. Gaat dit wat worden? Een leep balletje diep. De vlag ging omhoog. Is het een feestdag? Nee, nee. Het is blijkbaar randje buitenspel. Jammer van die mooie kans. 4 minuten extra speeltijd. Davy Klaassen. Arda Turan. Kevin Prins Boateng. Nainggolan. Ja, met zo'n actie verover je inderdaad de bal. Cecilio. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. Nee, dat gaat niet door. De verdediger had andere plannen met die voorzet. Hij zit er goed tussen bij die paas. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Op de brommer er voorbij. En nu wordt het oppassen. Door die tackle is hij die bal kwijtgeraakt. Dribbelt verder richting doel. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Ja, dat is lekker gaan rusten zo. Althans voor één team. Met deze stand van 5-0. Hij heeft nog niet echt een stempel op deze wedstrijd kunnen drukken. Qua offensieve daadkracht. Tja, hij zou veel meer in stelling moeten worden gebracht. Want op deze manier schiet het natuurlijk niet op. En verandert er natuurlijk ook helemaal niets aan de achterstand. Er zal om te beginnen veel meer op doel geschoten moeten worden. En dan nu de tweede helft. Ik weet niet wat jouw verwachtingen zijn, Siert, maar ik denk niet dat de machtsverhoudingen opeens heel anders zullen zijn. Salah brengt de bal voor het doel. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Doelpoging, schot! Zo, die zit er mooi in, zeg. Hij blijft maar gaan, hij blijft maar gaan. Wat een actie. Hij komt steeds verder. Ja, elke keer weet hij uit de greep van zijn tegenstanders te blijven. Een monsterscore inmiddels. 6-0. Afgetekend. Bal wordt gespeeld op de zijkant van het veld. Legt de bal terug. Die voorzet kan eenvoudig worden verdedigd. No problem. Mohamed Salah. Jim Verzalko. Het ziet er veelbelovend uit. Het gevaar is nog niet geweken. Werkt de bal goed weg. Davy Klaassen. Nainggolan. 2 man voor hem. Schiet op doel. En dat schot komt tegen een tegenspeler aan. Cecilio. Antonio Sanabria. Bal naar de andere partij. Mohamed Salah. Davy Klaassen. Die bal gaat er schitterend in. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hattrick.
En hij heeft nu terecht een hat-trick op zijn naam staan. Ja, zijn derde doelpunt van het duel alweer. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Het spel wordt stilgelegd. Het is buitenspel. Mohamed Elneny. Niet verrassend dat hij daarvoor fluit. De bal gaat achter. Doeltrap. Deze speler, ja, je kunt niet anders zeggen, speelt een hele fijne wedstrijd vandaag. Met die passes regeert hij eigenlijk het middenveld. Ja, bij veel belangrijke momenten in de wedstrijd speelt hij een rol. En hij gaf natuurlijk al die mooie assist. Karim Rekik. Sime Verzalko. Ja, dat is buitenspel. De bal gaat over de zijkant. Mooie positie om een voorzet te geven. Sterk hoe hij die bal verovert. Een kans op een counter. Ze leveren de bal in. En met de bal aan de voet de uitbraak. Maar daar komt die doelman goed weg, zeg! Hij zag ze razend zelf zich afkomen. En net dat beetje geluk ontbrak in de afwerking. De bal gaat richting Tony Sanabria. Nou, wat kan hij hiermee? De tegenstander raakt hem als laatste aan. Hoekschop. Hoekschop wordt voorgegeven. En veilig weggewerkt. De doelman met een makkelijke redding. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Boateng. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Oscar. Zou wel eens wat kunnen worden. Een sluwe steekpaas. Ja, hij is er doorheen. En daar is weer een goede redding van deze keeper. Opnieuw een goede reactie. De bal wordt ingeleverd. Mohamed Salah. Dat blijkt buitenspel voor Mo Salah. Zo, dat scheelde niet veel. Zeg, net buitenspel, anders was het een kansrijke situatie geweest. Matias Rojas. Oscar. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Cruciale onderschepping. Ruimte voor de counter. Deze uitbraak loopt dood. Ze hebben de bal verspeeld. Slordig met het balbezit. Antonio Sanabria. Goed gezien, jongen. En hij is ontsnapt. Paal. En weer in het veld. Ja, die is raak. En daarmee zijn ze een doelpuntje dichterbij gekomen. Ja, maar goed, zie je het. Ze staan nog steeds een heel eind achter. Maar elke goal is er. Wat een prachtige goal uit de volley. Ja, die zit er mooi in, zeg. Technisch erg lastig. Maar perfect gedaan. Kan niet beter. Nog eens vanuit een andere hoek.
Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Nou, ik ben blij voor die supporters dat hun ploeg hier even een goaltje meepikt. Anders wordt het zo'n kansloze nederlaag. Ja, maar nederlaag is een nederlaag. Het geeft nog een klein beetje glans. Maar al met al is het voor hun natuurlijk toch een treurige dag. Ingeleverd bij de tegenpartij. Wat een slechte inworp, zeg. Met deze tackle krijgt hij opnieuw de bal. Verdediging effectief hier. Boateng. Kevin Prins Boateng. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Davy Klaassen. Die doelman die duikt. Die duikt en die bal die redt. In het midden van de 16. Het ziet er veelbelovend uit. Boom, binnen. Wat een mooi doelpunt is dat. Wat een heerlijke actie was dat. Moet je kijken hoe lang hij aan de bal mag blijven. Er is geen verdediger die echt ingrijpt. Ja, en dan komt het moment om af te ronden. En dat pakt hij met twee handen aan. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. De bezoekers maken korte metten met de thuisploeg hier. Tot ontsteltenis van de fans in het stadion. Ja, maar het spel van hem. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Ja, geweldig. Doelpunt. Ja, en als je dan de bal op die afstand van het doel aangespeeld krijgt, dan is afronden makkie natuurlijk. Nou, dit kan eigenlijk alleen maar als je exceptionele individuele kwaliteiten hebt. Hij creëert het helemaal zelf. Een prachtige individuele actie waarbij de tegenstander niet eens in staat is om aan de noodrem te trekken. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. We hebben nog 15 minuten te gaan. Dan schiet hij wel zo naar de tegenstander. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Vrije paas die gevaar kan stichten. Goeie paas. Ja, een schot. Hij heeft hem vast. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al nauwkeurig. Ja, goed van die scheidsrechter. Hij laat. Overtreding. Och, kijk naar die plek. Een mooie plek voor een doelpoging. Vrije trap. Hij gaat maar net over. Ja, op een andere planeet met meer zwaartekracht gaat hij erin. Ja, hij had hem net iets meer moeten drukken. Goed afgeschermd met zijn lichaam.
Tegenpartij aan de bal. Tijd, ruimte genoeg voor een voorzet vanaf de zijkant. Netjes die bal weggewerkt. Via het hoofd gaat de bal over de zijlijn. En nu wordt het oppassen. Hij werkt hem weg. Ze mogen inwerpen. Ze profiteren van deze paas. Oscar. Je weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. En wat gaat de scheidsrechter hier doen? Geel voor die overtreding. Nou, dat was een flinke hoor. Stefan Mbia. Slordig met het balbezit. Het had zomaar een doelpunt kunnen zijn. Maar hij stond duidelijk buitenspel en daarvoor wordt gefloten. Zijn ploeg staat voor. Hij wordt eraf gehaald. Omdat hij kennelijk mag gaan uitrusten na zijn sterke optreden. David Abraham. Arda Turan. De aanvaller zakt een linie om de bal op te halen. Gaat dit wat worden? Hij geeft hem gewoon aan de aanvaller. Ah, de wedstrijd duurt niet lang meer. Er is maar één ploeg die de wedstrijd in de handen heeft gehad. Oscar. En weer verspelen ze de bal. Deze bal naar Salah. En nu snel schakelen voor de counter. Ja, redding, yes! Oh, dat doet hij fantastisch zeg. Want van dichtbij wordt die bal op doel gewerkt, maar hij reageert heel snel. En dan voorkomt hij het doelpunt. In het midden van de 16. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. David Abraham. Davy Klaassen maakt een mooie onderschepping bij die paas. Nou, wat kan hij hiermee? Kans hier! De doelman keert die inzet. De bal komt voor het doel en de bal wordt weggewerkt. Het gevaar is geweken. Tegenstand, nee, die komt er niet bij. Arda Turan. Khedira. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Nainggolan. Van dichtbij. Die bal gaat er schitterend in. Dit is wat je in jargon een gouden wissel noemt. Prachtig om te zien. Die grijns op zijn gezicht. Het was al lang duidelijk wie er hier met de winst vandoor zou gaan. Maar deze goal maakt het helemaal definitief. Ja, dit wordt een dikke en verdiende overwinning. Helemaal niets op af te dingen. De voorsprong is nog groter geworden en gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Stefan Mbia. Oscar. Ja, nog maar een keer die bal verspeeld, waarom niet? Nainggolan. Khedira. Davy Klaassen. Davy Klaassen. Dit kan maar eens een kans opleveren. Gevaar is geweken, de bal is weg. Arda Turan kan er hier voor gevaar zorgen. De scheidsrechter lette goed op. Er stond een fractie buiten spel. Plusje voor de scheidsrechter. Goed breed gemaakt daar.
Mounier. Davy Klaassen. Mooie positie om een voorzet te geven. En dat is het einde van deze wedstrijd. Hij speelde werkelijk een fenomenale wedstrijd. De zege is voor een groot deel aan hem te danken. Wauw, wat een wedstrijd van hem vandaag. Hij scoorde aan de lopende band en maakte...